Mijn naam is Hans Jansen, conservator van het Gemeentemuseum in Den Haag. Wij hebben de grootste collectie Mondriaan ter wereld, ongeveer 300 schilderijen en tekeningen. En ik ben er eigenlijk dagelijks mee bezig om de naam en de faam van deze kunstenaar op wereldschaal verder te helpen door veel tentoonstellingen in het buitenland te maken. Ik ben Erik van Tuin, coördinator digitale media in het Gemeentemuseum Den Haag en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor nieuwe, innovatieve en eigentijdse vormen van publieksbenadering, zoals het ontwikkelen van de nieuwe website van het Gemeentemuseum, maar ook multimedia tours, sociale media en online video. Het doek van Victory Boogie heeft hij 1,5 jaar aan gewerkt. Hij heeft daar voortdurend eigenlijk aan zitten knutselen en veranderen en weer opnieuw afschrapen en opnieuw beginnen. En op een gegeven moment ontdekte hij ook het gebruik van tape. Want hij, normaal gesproken schilderde hij altijd de vlakjes in zijn schilderij. En als ze dan verkeerd waren, moest hij ze eerst weer helemaal wegkrabben voordat hij een nieuw vlakje aanbracht. En daardoor kon hij opeens heel veel sneller werken. En dat snelle werken stelde hem in staat om misschien niet één Victory Boogie te maken, maar elke dag weer een andere Victory Boogie te maken. Dus het schilderij is onaf achtergebleven toen Mondriaan in 1944 stierf. Maar toen was het misschien wel de 1000ste versie van het schilderij. En waar was hij nou naar op zoek? Hij was op zoek naar een ritme en naar een bewegingsvolheid in het schilderij die zou ademen, die zou overeenstemmen met het alledaagse leven zoals dat in Manhattan zichtbaar werd. Dus de snelheid van het leven en het gevoel van enthousiasme wat dat ook teweeg brengt. En dat stelde hij tegenover de klassieke rust en de klassieke evenwicht van de Griekse tempel of de gotische kathedraal. Dus de statigheid van het aloude ritme van de Europese kunst. Daar stelde hij tegenover de snelheid van het leven in New York. Wat hij ook terugvond trouwens in de jazzmuziek. En dat is iets waar hij dus voortdurend in zijn werk mee bezig was. En in Victory Boogie wordt dat een experiment zonder eind. Wie dichter naar het schilderij toe loopt, die ziet dat er overal kleine plakketjes zitten. Rode, gele en donkerblauwe en witte, grijze, gele plakketjes. Dat zijn allemaal stukjes tape en stukjes karton en ook hier weer stukjes papier die Mondriaan gebruikte om de compositie zoals hij die in verf had gemaakt, om die uit te breiden, om die te veranderen. Maar soms stapelde hij ook de plakketjes op elkaar, zoals bijvoorbeeld hier, waar 7 lagen plakketjes over elkaar liggen. We kunnen blauwe, rode, gele en grijze vlakjes onderscheiden, plakketjes. Allemaal bovenop elkaar gestapeld in de hoop dat op die manier een compositie tevoorschijn zou komen die hem wel aan zou staan. Hij was dus voortdurend aan het zoeken. Tegelijkertijd met die plakketjes was hij ook bijvoorbeeld deze rode lijn ietsje naar boven aan het opschuiven of ietsje naar beneden aan het opschuiven. Dat deed hij niet door de verf eroverheen te schilderen, maar dat deed hij door met een mesje heel precies het blauw af te snijden, die verf te verwijderen en dan het rood aan te vullen. Dat ging zelfs zo ver dat ze nu en dan het mes door het doek heen sneed en het beiteltje het doek raakte en in ieder geval alle toppen van de schering en de inslag van het doek, die zijn allemaal beschadigd geraakt op die punten. Dit hele gebied is totaal overschilderd. Dit hele gebied is totaal overschilderd. En hier hebben we zelfs een geel vlakje waar een tapeje onder zit. Zo hebben we gevonden. Dus hij schilderde ook verf over de tapejes heen. Als programmeurs gaan jullie op zoek naar de mens Mondriaan. Mondriaan is zijn hele leven bezig geweest met het zoeken naar een nieuwe beeldtaal die paste bij een nieuwe tijd. En die zoektocht die was in grote mate intuïtief. En dat betekent dat jullie met code en algoritmes het op gaan nemen tegen zijn intuïtie. En de Victory Boogie Woogie daarbovenop is dan ook nog eens een keer het werk waarin het hele leven van Mondriaan samengebald is. Waarin al die ervaringen en al die intuïtie samenkomen. Dus jullie uitdaging is duidelijk. Jullie gaan
als jullie het goed doen, misschien wel iets van de ziel van Mondriaan tegenkomen. En wij gaan hem zoeken.